Hallo, ik weet je voor nu. Morgen vanuit het nog niet zo zonnige Spanje. Ik zit namelijk nu in Fuerteventura, Canarische eilanden. En ik ga in ieder geval gewoon lekker deze week vloggen, want ik heb een weekje voor mezelf. Ik zit in een all-inclusive restaurant met een lekker zwembad, aan het strand, restaurants, lekker drinken, cocktails en een lekker plekje voor mezelf. Dus ik ga in ieder geval even lekker douchen. Ik ga zo meteen ontbijten. En dan vandaag staat in ieder geval op de planning dat ik eventjes de essentials ga halen, zoals zonnebrand en alles, want anders word ik een tomaatje. Ergens moet hier dus een shoppingcentrum zitten, dus daar ga ik eventjes de hoognodige spulletjes halen. Dus denk aan de tandenborstel en zonnecrème en alles. En dan heb ik gelijk eventjes een wandeling te pakken, want het is minstens 20 minuten verderop. Dus ja, ik ben er als het goed is bijna. Het is enorm winderig zoals je ziet. Gelukkig heb ik mijn pet mee, maar die heb ik even afgezet. En ja, ik heb net ook eventjes wat foto's gemaakt. Oeh jongens. Ik heb de shoppingmall gevonden, dus ik ga nu eventjes naar binnen. Oh, die hoek. Het staat een beetje stabiel, onstabiel. Oké, alright. Hij is dus gevonden, zit hier echt voor me. Ik ga even naar binnen en dan ga ik eventjes de spulletjes halen. Het is nu al super warm. Als in, ik heb een lange broek aangetrokken, want ik dacht, nou ja, het is heel erg winderig hier op het eiland. Laat ik een lange broek aantrekken en dan wordt het straks wel warm. Het is nu echt, jongen, ik zweep nu al dat tyfus. Dus het is maar heel goed dat ik eventjes snel die zonnebrand ga halen. Want dan kan ik zo meteen lekker in de korte broek buiten op het strand liggen of aan het zwembad. Ik heb even lekker een cappuccino gehaald, want in het hotel hebben ze dus oplosmelk. Nou, dat vind ik echt te ranzig, dus ik heb eindelijk gewoon even een lekkere cappuccino. Ik ben nog vast wat foto's aan het inladen die ik heb gemaakt. Maar ik heb in ieder geval alle spullen, dus ik kan gewoon straks lekker in het, aan het zwembad liggen, in de zon, even zonder crème en alles. Hallo, ik ben nu weer terug op de kamer. Ik heb zojuist eventjes weer heerlijk gedoucht, mijn haar ook even met conditioner gewassen. En ik heb even heel wat make-up opgedaan, want ik had zoiets van, ik ga toch niet meer zwemmen. Ik heb lekker aan het strand gelegen. Tenminste, lekker. Het is zo winderig hier dat het alleen maar zand was wat eigenlijk op me kwam. En toen dacht ik, oké, ik ga aan het zwembad liggen, maar dat was ook best wel koud in verband met de wind. Maar ik denk dat ik er gewoon eventjes aan moet gaan wennen of zo. In ieder geval, ik was er wel klaar mee, dus ik dacht, ik ga eventjes gewoon lekker me-time, ja, dat heb ik de hele week al, maar gewoon eventjes lekker make-upje doen. En ik ga nu richting, ik zal zo even laten zien, maar het restaurant wat dus aan de beach zit. Dus die hebben ook weer wat drankjes en wat eten en zo. Dus ik ga eventjes een drankje halen en ik val bijna achteruit. Goedemorgen, dag 2 en het zonnetje schijnt al een stuk beter dan dat het gisterochtend deed. Het is minder bewolkt en de wind waait een stuk minder hard. Dus dat betekent dat ik waarschijnlijk vandaag wat langer lekker bij het zwembad ga liggen en bij het strand. Omdat de wind gewoon wat minder is. Gisteren had ik er best wel wat last van. Zand zat overal en ja, het was gewoon best wel frisjes. Dus ik hoop dat dat vandaag aardig meevalt. Ik ga eventjes lekker ontbijten. Daarna denk ik even een korte wandeling maken of zo. En dan ga ik gewoon lekker zwemmen en zonnen. En ik ben overigens al verbrand. Maar dat had voornamelijk mee te maken dat ik gisteren een zonnebrand ging halen en 20 minuten heen en 20 minuten terug ben gaan lopen zonder dat ik me had ingesmeerd. Top. Gisteren kwam ik echt naar buiten en dat ik dacht, jak, nu het zonnetje schijnt heerlijk al op het zwembad. Outfitje voor nu wordt deze. Deze komt van de Primark. En deze gebruik ik alleen eventjes om te ontbijten en straks in de avond en alles. Ik bedoel, tussendoor ga ik toch nog even wandelen. Doe ik even sportkleding aan. En ik ga natuurlijk lekker in de bikini liggen. Maar voor nu heb ik deze. Ik ben zo obsessief trouwens met van die combi setjes. Love it. Zoals je ziet, ik ben weer terug. Ik heb lekker 20 minuten teruggelopen om uiteindelijk alleen een bananensmoothie te gaan halen. Wat nergens op slaat, want achteraf gezien of een bananen-aardbeismoothie. Maar ik zit in een all-inclusive, dus eigenlijk is het best wel stom om nu geld uit te geven. Maar goed, ik vond het wel even lekker om daar op het terrasje te gaan zitten. En ik heb gewoon lekker gewandeld in de zon, helemaal top. Het is super lekker warm hier. De wind staat ook wat minder. En ik ga eindelijk genieten van mijn vakantie. Gisteren deed ik dat natuurlijk ook wel een beetje, maar ik was nog steeds heel erg gestrest toen ik dacht... Oké, ik moet weten waar ik voor sta binnen school. We hadden gisteren nog één voldoende bij en vandaag hebben we de allerlaatste voldoende die ik nodig had om die 50 studiepunten te halen dit jaar. Die zijn gewoon binnen, dus dat betekent dat ik niet meer bezig hoef met herkansing daarvoor. Ik hoef hooguit even de examencommissie te mailen in verband met dat één verslag die ik niet heb voor mijn propedeuse. Maar voor de rest is het gewoon klaar met de stage, dus ik ben super blij. Maar in ieder geval, ik kan nu gewoon... relaxen. Ik heb tot nu toe was ik dood, dus dat ik dacht ik moet dingen doen, ik moet mezelf afleiden. Ik ben hier wel, maar ik moet afleiden. Maar nu denk ik echt, ik hoef nu niks meer. Helemaal niks meer. Dus ik ga genieten, ik ga lekker aan het zwembad liggen, ik ga lekker eten, ik ga lekker doen. I don't even care. Ik ga gewoon genieten van mijn vakantie. Het is inmiddels alweer donderdag. Ik heb net eventjes ontbeten en ik weet dat ik niet heel veel heb gevlogd met deze camera voor dit kanaal, voor deze vlog. Heeft er echt bitter mee te maken dat ik gewoon de meeste dagen tot nu toe aan het strand heb gelegen. Of eigenlijk maar één dag en de rest gewoon lekker aan het zwembad. En daarna was het eten. Dus dat is gewoon niet heel erg iets waarvan ik denk, wow, dat is super nieuw om het ook eens te laten zien. Maar daar probeer ik vandaag even verandering in te brengen. Dus dat betekent dat ik ook gewoon wat meer weer even ga wandelen. Eventjes een stukje laten zien. Ik wil het resort laten zien. Maar dan voor een aparte video of whatever. En ik ga gewoon lekker even wat content maken. Vandaar dat ik ook dit vandaag wel gewoon even mijn make-up heb gedaan. Omdat het echt nog wel eventjes duurt voordat ik lekker aan het zwembad ga zitten. Het is vandaag best wel wind. Staat er wat meer dan dat het gisteren deed. Maar alsnog is het volgens mij wel gewoon warm. Wordt alsnog iets van 28 graden. Dus ja, ik heb in ieder geval nu hier gewoon lekker mijn iPad. Ik ga eventjes een paar concepten opschrijven. En nog even wat extra dingetjes bedenken. Ik ben ondertussen nog eventjes aan het zoeken van oké, wat is nou leuk voor jullie om nog te laten zien. Dus ja, daar ga ik vandaag mee bezig. En mag je namelijk wel een hele uitgebreide vlog van mij nog zien. Ik ben wel gewoon een weekvlog aan het maken voor mijn Engelse kanaal. Waarbij ik gewoon echt van alles loop te praten en te doen. Dus ja, ik ga in ieder geval even verder hiermee. En dan ga ik zo meteen lekker naar buiten en ga ik daar de dingen filmen. Ik compleet ben vergeten om überhaupt een roomtour te doen. Dit is overigens al wel waarin ik dus een paar dagen heb geleefd. Dus don't mind me. Maar in ieder geval laten we beginnen bij de badkamer. Mooie marmer. Ja, het is een soort van aanrecht eigenlijk met een wasbak in. Ik heb daar al spulletjes al staan. Een enorm grote spiegel. Well, hello there. En voor de rest heb ik, nou ja, het toilet dan. En zo'n extra wasbak waarbij je je punani kan schoonmaken. Een rekje. Douche. En ik weet niet wat er mis is met die douche. Maar ik krijg hem gewoon niet omlaag. Ik heb hem nu meerdere keren geprobeerd. Lukt helaas niet. Ik heb een bad. Maar ik zie geen stopper. Dus ik zou niet zo heel goed weten eigenlijk hoe ik nu een bad moet. Dus dat is in ieder geval de badkamer. Lekker licht ook. Er zit een föhn. Dus dat is in ieder geval heel erg fijn. Door naar de kamer. Zoals je ziet liggen al wat spullen. Maar ik heb in ieder geval een enorm groot dressoir. Hier kan ik gewoon een dingetje op doen. Dus zoals nu was ik eventjes bezig met mijn tablet. Even wat dingetjes bedenken. Een stoel erbij. Mijn bed. Nou, dat ziet er dus niet meer zo heel mooi opgemaakt. Dat moet ik zo meteen nog doen. En mijn kast. Nou, die kast die je... Ja, hij is gewoon enorm groot. Ik bedoel, hier kun je ook nog allemaal spullen in doen. Maar ik heb meer dan genoeg ruimte om alleen maar dit. Maar sowieso, ja, ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet zeggen. Dit is alweer bij elkaar graapsoortje inmiddels geworden. Ja, het is dus echt zo'n heel dun laken. Zoals je ziet. Het is niet echt een dekbed. En dat is prima, want het is hier ook best wel warm. Maar op zich, ik vind het altijd wel lekker om wel een dikke dekens te slapen of eronder. Maar goed, we nemen het er maar van. Het enige wat ik een beetje naar vind. Ik weet niet of je het kan zien. Maar dit is van dat aparte... structuur zit erin. En op een verbrande huid voelt het niet heel fijn. Uitzicht op het zwembad. En de zee zit letterlijk gewoon aan ons resort vast. Dus dat is echt super chill. Ik kan lekker even zo wandelen buiten. Ik weet, het is niet mijn meest mooi gefilmde roomtour. Maar goed, dan weten we in ieder geval een beetje waar we bevinden. Ik ga in ieder geval verder met deze concepten. En daarna ga ik gewoon lekker naar buiten. Ga ik de dingen filmen. Ik heb in ieder geval net ontbeten. Het is nu 10:30 en het is op dit moment gewoon denk ik nog niet warm genoeg om echt aan het zwembad of het strand te liggen. Dus dat doe ik straks wel. Dus ik moet mezelf eerst gewoon even lekker vermaken en dat doen we dus door middel van het maken van content. Ik zit eventjes lekker aan het strand. Zometeen is dus volleybal, beachvolleybal. Dus daar ga ik ook weer aan meedoen. Dat heb ik gisteren ook gedaan. Was hartstikke gezellig. Nou, achter me zit dus echt pal de zee. En ik weet niet of het kan zien of dat het out of focus is. Ik hoop, ik kan het niet zo goed zien. Maar ja, weet je, ik ga gewoon vandaag lekker actief bezig met het maken van video's. Ik heb net eventjes een rondje gedaan, zodat ik een video kan maken over hoe het hotel er een beetje aan toe gaat. En wat er allemaal te doen is en ja, hoe het eruit ziet. Maar goed, ik ga snel eventjes naar de hotelkamer, want dan ga ik eventjes andere schoenen aandoen, even slippers, camera wegleggen. En vanuit daar kan ik eventjes die beachvolleybal mee pakken, want ja, dat vind ik gewoon hartstikke leuk. En ik denk dat ik daar ook heel veel hotel laat zien. Ik zit nog te twijfelen of ik dit nou gewoon eigenlijk midden in de weekvlog zet. Of dat dit een aparte video wordt. Maar I don't know. Ik ben weer terug aan het lopen naar het hotel. In ieder geval naar mijn hotelkamer. Dan ga ik eventjes de spullen pakken. Want dan ga ik dus zo meteen die volleyballen. Zoals ik net al zei trouwens. Maar goed. Ik hoop in ieder geval dat ik vandaag genoeg even kan vloggen. Omdat ik dat de afgelopen dagen nog niet heb gedaan met deze camera. En niet echt voor mijn Nederlandse kanaal. Dus ja, jongens, het is heerlijk weer. En ik heb dat als goed is de aankomende dagen ook nog steeds. Dus dat is lekker chill. Alleen nu wel, als het goed is, over een kwartier start die beach voor die bal. En ik heb dus nog maar, ik denk nu zo'n 10 minuten, om snel alles van mijn make-up eraf te halen. Want ik deed het even op en ik dacht, oh leuk, ik ga YouTube video maken. Nu denk ik, joh, het is warm, ik zweem me kapot, ik ga meedoen met beachvolleybal, hartstikke leuk. Maar als ik zo meteen het zwembad in duik, dan heb ik een probleem, want dan zit ik onder de mascara en eyeliner. Dus dan moet er even heel goed gaan voorkomen. Dus snel alles weer afpoenen, zodat ik in ieder geval gewoon lekker zo meteen aan het strand of het zwembad kan gaan liggen. Ik dacht dat vandaag echt meer wind zou staan dan de afgelopen dagen en dat het kouder zou zijn. Maar dat, zo voelt het in ieder geval niet aan. Moet ik ook heel eerlijk zeggen, ik heb natuurlijk net eventjes in dit gelopen. Het echt helemaal in mijn huid doen. Ik had er wel de bikini eronder getrokken, dus zo slim was ik dan weer wel. Maar, jongen, echt, mijn haar is vettig hier. Ik was het ook eens met conditioner en moet ik eigenlijk stoppen met doen, want het wordt alleen maar vettig. Door de warmte en die zweet helpt het ook niet heel erg mee. Al met al. Maar dit klinkt als klagen, dit is zeker niet klagen. Het is alleen eventjes dat ik moet gaan haasten, zodat ik lekker gezellig mee kan doen. L'heure du départ pour la route des Balkans est 11h21. Vous avez une idée? Now you have the idea. Wait till it takes the whole body down and foundation and then Goedemiddag inmiddels alweer. Ik ben net eventjes naar beneden geweest om daar wat te werken. Ik heb wat berichten weggewerkt, omdat dat ook gewoon moet gebeuren. En ik heb geen vrije dag aangevraagd, maar dat wist ik ook. Dus daar heb ik in ieder geval alles voor gedaan. Gisteren was echt super leuk. We zijn dus naar Lanzarote geweest en daar ben ik samen met iemand in het hotel. Ja, hebben we gewoon een hele excursie gehad. Dat is allemaal wat jullie hebben gezien, maar omdat het zoveel... Ja, er stond gewoon zoveel wind dat je me gewoon amper kon horen. Dus dat had ook helemaal geen nut om echt telkens te gaan vloggen. Het is wat minder weer dan de afgelopen dagen, maar het wordt alsnog wel warm. Dus ja, dat gaan we gewoon lekker doen. Het is de laatste dag. Morgen moet ik namelijk ook weer het hotel uit en verlaten. Dus dan wordt het niet heel erg handig om nog te gaan zwemmen en zo. Dus ik ga gewoon lekker genieten vandaag.